Ik praat met Babz Verhoeven en zij heeft haar eigen zangopleiding Vocalized. Ze geeft les aan bekende Nederlanders, waaronder Kim Lian van der Meij. En Kim Lian noemt haar de voice whisperer. Babz, vertel eens, hoe komt dat? Ja, blijkbaar ben ik in staat om mensen het vertrouwen terug te geven en daarmee ook hun stem. En dat is voor vocalisten wel redelijk belangrijk natuurlijk. Door middel van oefeningen kan ik dan de spierspanning verminderen en kan de stem weer klinken. En dat is wat ik het allerliefste doe. Dat doe je het allerliefste, maar daarnaast ben je hier voor jouw eerste boek, Staan en Opvallen. Inderdaad. Wat wil je daarmee bereiken? Mensen. Ik wil de mensen bereiken, iedereen die houdt van de zin in het leven in plaats van de zin van het leven. Die niet vies is van een uitdaging, die elke dag het beste uit zichzelf wil halen. En het leuk vindt om herkenbare situaties terug te lezen op een grappige manier belicht. Nou, volgens mij wil iedereen dat. Ik zeker. Ik ga die 25 aandelen kopen, want dat moet voor 12 januari. Ja, ik heb 2000 aandelen nodig voor 12 januari. Babz, dit boek wordt een bestseller. Mark my words. Dat zou te gek zijn. Ja, jij gaat zeker knallen met jouw boek Staan en Opvallen.